Chesto, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag gaan we een 5000 cod points opening doen. Simpelweg omdat ik natuurlijk twee kaartjes heb gekregen. Zullen jullie hier zien. Van 20 euro waardoor je 5000 cod points kan kopen. We gaan kijken of we nieuwe wapens uit deze pluitopstoot gaan krijgen. Want er zijn natuurlijk nieuwe wapens. Dus we gaan kijken of we dat kunnen doen voor de lange aflevering. Want zodra we natuurlijk die 5000 cod points hebben uitgegeven, hebben we ook weer normale crypto keys. Dus laten we gaan kijken of we al een nieuw wapen kunnen krijgen of een nieuwe camo. Daar gaan we natuurlijk voor spelen. Dat zou het mooiste zijn. Maar laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt me enorm. We kunnen 25 van deze supply drops openen. En we hebben dus alweer een nieuwe calling card van World of War Black Ops 1. Een van die twee. Dus ik hoop dat we er iets uit krijgen. Het zou mooi zijn. Oh. Hé, hey, we hebben geen nieuwe camo. Jammer genoeg niet. Ik dacht dat het even een nieuwe camo was, maar het is gewoon de Storm camo op de 48 Dredge. Een nieuw pakje. Oh, nog een nieuw pakje. En een Valkyrie XR2 FMA variant. Nou, nee, die hoef ik niet. Dankjewel. Oh, die heb ik net al gekregen. Kom op jongens, als we even zo'n wapen kunnen krijgen, dat lijkt me echt cool. Lief nog die Durant ofzo. Die heb ik al, man. We kunnen natuurlijk dan straks wel al onze duplicates inwisselen. Dat is wel mooi. Dit wil ik niet, jongens. Ik wil wapens kopen. Kom op! Ait, jammer. Kom op, hè. We hebben al gewoon nog te gaan. Oh, we hebben een nieuwe Nomad Head. De KGW KN Fastmark variant. Gebruik geen Fastmark, bijna op geen enkel wapen, alleen light machine guns. Weer geen nieuw wapen. Kom op, Call of Duty. Ash and Blood. Oh. Jammer. Kom op, jongens. Step of Nomad Tweet and Gesture. Royal. Ja, dat is gewoon een camera die er al in zat. Kom op, jongens. Oh. Steeds als ik dit zie, denk ik gelijk aan zo'n nieuw wapen. Maar dat is het niet. Het is maar een attachment. Oh, precies camo. Let's go. Dus wel, het is een nieuwe camo. Dus dat wel, maar dat willen we niet. We willen wapens. Het zijn wel mooi als we camo's krijgen, maar we willen wapens, Call of Duty. Gun het dan ons ook. Gun het mij dan ook een keer om een M. Ik weet niet eens hoe dat ding heet. MR6 Durant of zoiets. Oh, de Storm camo op de Wii. Voor mij heb ik al Diamond op. Ik denk dat we niks gaan krijgen. Kom op jongens. We hebben gewoon al 3400 cold points er doorheen gegooid zonder iets te krijgen. Het voelt net als FIFA dit. Weer niks. Ik krijg wel allemaal van deze leuke calling cards, maar dat wil ik niet. Oh, Ritual, nieuwe Man of War camo. Kom op. We hebben nog 1000 crypto keys. Dat houdt in dat nog 5 supply drops zijn. Deze schijnt nog. Jester Reaper Head. Ha. Kom op, geef me onze nieuwe wapen, jongens. Please. Yes! Yes! We hebben hem! Yes! Bam, bitch! Kabam! We hebben hem! Het wapen wat ik wou! Yes! We hebben hem! De MX Grant! Let's go, boys! Heb ik nu nog wel diamond dan? We hebben hem gewoon! Let's go! Hier ging het om! Woe! Ja, ik heb nog steeds diamond. Oh, jongens. We hebben hem. De MX Grant. Semi-assault rifle, fast fire rate, puts enemy down in 2 shots. Must empty clip to reload. Oké, dus dit is eigenlijk gewoon de man of de Shiva. Let's go, Call of Duty. Thanks! Fuck yeah! Oké, let's go. Nu gaan we nog even verder. En dan kunnen we natuurlijk nog meer wapens uit krijgen. Kom op, hé. Oh, wat lekker is dit.
Jezus. Heerlijk. Oh, en de... oh yes, we hebben die prestige camo. Op de XR of de HK30. Die heb ik niet aanstaan op dit moment. Kijk, dat ding is echt mooi. Dat is de prestige camo van die ook in Black Ops 2 had als DLC camo. Oké, maar laten we nu even snel alles door openmaken. Let's go jongens. We hebben een wapen gewoon, de MX Grand. Let's go. Oké, ik ga nu even mijn burn duplicaten. Let's go jongens. Echt fucking blij. Hiervoor wou ik ze openen. Bam. Kom op. Oké, ik heb weer 200 cryptokeys. Dus we gaan gewoon even door met onze cryptokeys te openen. Te kijken wat we nog meer gaan even krijgen. En mijn prestige cam op de Gorgon. Oké, let's go, let's go. Netjes, netjes, netjes. Caterpillar. Daar heb ik het lichaampje al van, geloof ik. Oh, we hebben de Geist. Voor mij hebben we nou het hele uitrijderpakje van die Geist. Dat is wel mooi. Oh, de Svinder Brekkie camo. Oh, dat is wel mooi. Die vind ik ook wel heel erg mooi, die camo. De Brekkie is best wel een goede shotgun natuurlijk. Dus dat is mooi. Lego. Heerlijk jongens dit. Oh, de Stormcam op de MR6. Lekker. Dat gaat echt lekker met ons. We hebben natuurlijk ook weer heel veel guests. Oh, de Gem. Dat is eigenlijk gewoon de Dark Matter, de oude Dark Matter camo. Oké, nou, dit is niet heel erg goed of zo. Waarschijnlijk is dit het laatste die we kunnen openen. Oh, we hebben een Diamond Deagle. Nou jongens, dat was de supply drop opening weer voor vandaag. We hebben gekregen wat we wouden, namelijk de MX Grand of Gerant. Ik ben er fucking blij mee. Mocht je nooit even deze video luisteren, blijf een duimpje omhoog achter. Hou mij enorm. We gaan dit wapen zo snel mogelijk in een video gebruiken. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video, jongens. Zoals ik altijd zeg. Doei!